Ik ben dus Naomi Meulemans. Ik ben in 1990 voor het eerst naar België gekomen, want ik ben geboren in Ethiopië. Ik ben restaurator en ik hou me vooral bezig in België met moderne en hedendaagse kunst. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook de oude meesters als opleiding genoten. En sinds kort ben ik voor het allereerst teruggegaan naar Ethiopië. Restauratie is eigenlijk voor mij altijd een soort van ontdekking geweest van de Belgische geschiedenis. En voor het eerst kon ik ook vanuit restauratie leren kijken naar de Ethiopische beschaving. En begon ook wel stilaan veel meer de wereld van Afrika en Ethiopië te verbinden voor mij met België. Want we zitten natuurlijk in Ethiopië met een van de oudste beschavingen, de oudste kunstobjecten. En er werd wel heel veel moeite gedaan om dat tentoon te stellen. Maar al heel snel werd heel duidelijk dat het in heel slechte omstandigheden tentoongesteld werd. En ook vaak openbare monumenten die wel ingeschreven waren bij UNESCO, toch in zeer barre omstandigheden beschikbaar waren. We zitten in een totaal andere cultuur, een ander land. Er heerst ook een hele andere deontologie in het restaureren van kunstwerken. Heel vaak zijn de gebruiksvoorwerpen nog steeds actief een gebruiksvoorwerp, terwijl wij al snel een potje of een scherf van 3000 jaar geleden wel zeker in een museum zullen plaatsen, kan het zijn dat dat potje of die scherven nog steeds gebruikt worden in de kerk als religieus object. Dus toch een aantal parameters waaraan we hebben kunnen opmaken dat er wel een wil is om behoud en beheer te doen van hun geschiedenis, maar dat er gewoon een soort materiaal-technische kennis ontbreekt. Eigenlijk voor het allereerst kwam er een soort van vraag bij mezelf: hoe kun je die onbeantwoorde vragen in Ethiopië misschien mee gaan oplossen vanuit je eigen expertise? En het is eigenlijk zo dat ik ook zelf in mijn persoonlijk leven een soort nieuw nut heb ontdekt, omdat het iets is dat ik kan bijdragen. Ik ben geen dokter, ik ben geen architect, dus ik kan niet per se op landbouwkundig niveau iets gaan doen voor Ethiopië. Maar ik heb wel gemerkt dat je op een heel eenvoudige manier door gewoon je kennis te delen met andere mensen toch een soort van bijdrage kunt leveren. En het is zo dat eigenlijk de Ethiopian Art Conservation Program ontstaan is. Het is ook wel echt voor mij ook mee samen student zijn, het achterhalen van waar het in Ethiopië om gaat. En anderzijds ook wel een beetje het in vraag stellen van ja, het maatschappelijk gedeelte van cultuur. De opleiding gaat zijn voor een nieuwe generatie jongeren die zich bewust zijn van hun eigen cultuur en uiteraard een liefde hebben voor kunst, maar die ook nog meer antwoorden willen zoeken in hun eigen geschiedenis aan de hand van de beeldcultuur. En die ook echt als wetenschappers, als onderzoekers zichzelf gaan analyseren, hun eigen kunnen gaan bekijken over hoeveel kunnen wij nog te weten komen over Ethiopië en haar erfgoed.